Herbert Vissers College is een grote school, 1800 leerlingen. Dus ook een hele brede school en een hele persoonlijke school. Ik wil heel graag beginnen aan deze les. Teamteachen is dat twee docenten tegelijkertijd lesgeven aan twee klassen. En dat doen we bijvoorbeeld hier in deze werkzaal, waar we met twee klassen tegelijkertijd werken aan opdrachten. Af en toe een instructie, een uitleg en vooral veel zelf aan de slag. Voor leerlingen is teamteachen uitdagender dan het ouderwetse frontale lesgeven. Want leerlingen die krijgen meer de kans om actief bezig te zijn, te verdiepen in bepaalde onderwerpen, te verrijken, uitgedaagd te worden, bijgespijkerd te worden. Omdat je de leerlingen veel meer zelf laat doen, merk je ook dat ze gemotiveerder zijn om dingen zich eigen te maken. Het verschil tussen een normaal lokaal en de werkzaal is dat je gewoon bij de werkzaal veel meer vrijheid hebt. Ik ben even weg uit al die rijtjes en met naast maar één iemand zitten en amper kunnen overleggen. En bij die collegezaal heb ik meer mogelijkheden, meer ruimte als het ware en dan heb ik meer creativiteit. Je kan in een druk hoekje gaan zitten of in een rustige hoek. Het is ook een hele gezellige sfeer, allemaal wolkenlampjes. Dus dat maakt me gewoon blij en dat geeft een creatieve kick als het ware. Docenten in de werkzaal vind ik veel gezelliger. Ik zie dat de docenten als het ware helemaal veranderen. Ze gaan als het ware een beetje openpoppen. Je hebt veel vaker dat je gewoon ineens een praatje begint te maken over een heel ander onderwerp. Dan is het wat meer, dan laten ze wat meer van hunzelf zien en dan zijn ze wat enthousiaster, wat gedragen ze zich wat leuker en dan wordt de hele les gewoon veel leuker omdat de leerlingen en de docenten veranderen als het ware. Misschien heeft meneer de Bok het net even anders uitgelegd in zijn klas dan ik in mijn klas en dan kunnen jullie samen daar iets heel moois van maken. Aan de slag, maak groepjes van vier. De samenwerking met collega's zo rond teamteaching is soms best zoeken. Je moet goed overleggen over hoe je de taken wil verdelen, wat je wil doen tijdens een les. Dus je kijkt nog heel kritisch naar je eigen lesstof en de samenwerking. De sterke en de zwakkere punten van collega's, die moet je uitbuiten. Maar als je eenmaal bent ingewerkt wat dat betreft, merk ik ook zelf dat het eigenlijk heel goed gaat. Dat we goed weten wat elkaars talenten zijn, waar we op voort kunnen bouwen. Het is wel iets om in te investeren. We zijn eigenlijk ontzettend blij met hoe het gaat in de werkzaal. We zien echt de zelfsturing bij leerlingen, die neemt toe door wat we aan het doen zijn. En tegelijkertijd zien we ook een nieuwe uitdaging ontstaan. En die uitdaging zit hem heel erg in wat je als docent eigenlijk gaat doen als iedereen zelfgestuurd aan de slag is. Voor mijzelf is het een uitdaging om goed voorbereid de les in te gaan en zo veel gerichte feedback te kunnen geven. En we denken ook wel echt gewoon aan coaching op maat om ons daar komend jaar verder in te helpen.